Maar dat wou ik meteen maar even vastleggen. Een beetje enthousiasme graag. Ja. Ja, hiermee is het vastgelegd. We zijn begonnen. En Piet zal ons vertellen dat alleen het maken van zijn fotootje niet genoeg is. Maar dat dat het begin is van begrijpen, toetsen en zicht krijgen op de gevolgen in je watersysteem. Piet, ja, dankjewel. Aan jou het woord. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Piet Verdonschot. Ik ben hoogleraar Wetland Restoration Ecology, oftewel herstel-ecologie. En voor degenen die me niet kennen, en ik ben ook nog aquatische ecoloog bij Alterra, Wageningen Universiteit, en research. Dan moet ik mijn eigen cv vertellen, ik denk dat ik dat maar niet ga doen, want dat wordt vanzelf duidelijk. Gisteren was ik ook aanwezig en ik was heel blij met de grote eensgezindheid tussen de bestuurders en de zaal. Iedereen was het met elkaar eens, dus het was een beetje een saaie bijeenkomst, want er was geen felle discussie. En dat is prachtig, omdat we dan een mooie stap vooruit kunnen maken nu in de monitoring. Omdat iedereen dus over eens is dat er gewoon goed gemonitord moet worden. We kunnen nu meteen met die bestuurders de volgende stap maken en die monitoring een stuk uitbouwen, want ik denk dat dat nodig is. Eerste stelling. De rest van mijn praatje heb ik gisteravond aangepast aan die sfeer. Om het toch wat prikkelender te maken en toch wat meer stellingen in de zaal te gooien en wat meer vuurwerk. Want ik denk dat we toch niet zo eens zijn met elkaar dan iedereen denkt. Oh, sorry. Ik ga het hebben over, ik moest even kijken waar ik het over ging hebben. Adaptief monitoren, die hadden jullie nog niet gehoord. Dat is mijn doelstelling. Aan het eind van mijn praatje hoop ik dat iedereen weet wat dat is. Dat gaat vooral over processen en een beetje over patronen. Behoud het goede van wat we hebben, maar doe vooral wat nieuws. Even een stapje terug. Als we naar ecologische monitoring kijken en waarom doen we dat eigenlijk, dan het is noodzakelijk en belangrijk, dat hoef ik de zaal niet uit te leggen, is een basis voor het waterkwaliteitsspoor. Het levert informatie over de respons van, op verstoring, want daar doen we het voor. Kijk, als alles in natuurlijke staat was, hoeven we het ook niet te monitoren. Gelukkig, sinds de kaderrichtlijn, is de biologie de maat. Het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat leven de maat is voor wat je aan kwaliteit oordeel geeft. Want als er geen leven was, waar zou je dan over willen oordelen? Er zit hier namelijk ook geen natuurfysici in de zaal, dus dat gaat helemaal goed komen. En verder integreert biologie de veranderingen in ruimte en tijd. En dat is een hele belangrijke die je vast moet houden. Dus mijn conclusie is dat de bestaande monitoring heeft in een hele belangrijke mate bijgedragen aan waar we nu staan. Maar er is altijd, degene die me kennen, altijd een maar bij. Een kleine quote. A long history of use is not sufficient reason to continue a biomonitoring that is far from ideal. Knoop die in je oren, want die is heel belangrijk. Ik wil het woord trendbreuk dus niet meer horen de komende twee dagen. En verder leven we gewoon in een wereld die razendsnel aan het veranderen is. Mijn zoon zei vanmorgen in de auto, ik heb net de klimaatsgrafieken gezien en we zijn de hockeystickknik gepasseerd. We gaan nu exponentieel omhoog. Misschien is de golfstroom wel stil gaan staan. De wereld is aan het veranderen en is ontzettend snel aan het veranderen op dit moment. Dat betekent ook dat wij veel sneller moeten zullen kunnen inspelen op wat de veranderingen zijn en hoe we daarmee omgaan. Nou, daar ga ik het nu over hebben. Dat betekent een stukje veranderende wereld. Goede gegevens, dat was mijn opdracht. Wat zijn dat eigenlijk? Dat is wetenschap, anders stond ik hier niet. Nieuwe methoden, innovatieve methoden. We hebben er gisteren al van alles over gehoord. Ik zal er vandaag nog wat aan toevoegen. En dan, hoe pak je dat allemaal samen in adaptief monitoren? Veranderende wereld. Nou, dit plaatje kennen jullie allemaal. Er is van alles aan de hand in een stroomgebied of in een polder. En iedereen wil daar gebruik van maken. En hoe meer we ervan hebben, hoe meer we er gebruik van willen maken. We zijn de 17 miljoen gepasseerd in Nederland en het gaat razendsnel omhoog. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd ook. Klimaatverandering heb ik net genoemd, daar hoef ik niets aan toe te voegen. Landgebruik, grappig genoeg is dat een beetje aan het uitmiddelen. Je ziet op het laatste stukje in de trendlijn. Dat heeft te maken met wat voor type landgebruik je aan agrarisch landgebruik koppelt en waar je voedsel vandaan haalt. Globalisering, die is heel intensief. We gaan steeds meer transporteren over de wereld. Iedereen heeft het dan over invasieve exoten. Ik heb het altijd over de welkome nieuwelingen hier. Maar goed. En industrialisatie, 5 topics. Maar in ieder geval een wereld die heel snel verandert, omdat we heel veel mensen hebben en krijgen en die doen en die willen ook steeds meer.
Zelf, in ons eigen kringetje, hebben we jarenlang gemonitord, eigenlijk sinds de 70er jaren. Ik had even opgezocht de limnodata en daar hebben we dan meer dan 12 miljoen fysisch-chemische waarnemingen en bijna 4 miljoen biologische waarnemingen. Enorme dataset. Gisteren hoorde ik dat er nog van alles te exploreren was, daar ben ik het niet mee eens. We hebben er heel veel van geleerd. We hebben typologieën gebouwd, we hebben indicatoren gemaakt, we hebben optimaal curves berekend. We hebben gigantisch veel met die data gedaan. En ik denk dat nu ook wel een beetje klaar is. En om te voorkomen dat we nu een nieuw datakerkhof gaan creëren in de toekomst, denk ik dat we veel beter na moeten denken over wat voor soort data we gaan verzamelen. En dat betekent eigenlijk inspelen op wat er verandert fysiek en maatschappelijk in onze omgeving. Dat betekent ook dat monitoring moet gaan veranderen. En dat betekent ook dat we andere en nieuwe data moeten gaan verzamelen. En data van hoge kwaliteit, en dat is heel belangrijk. De eerste kernboodschap die ik mee wil geven is dat we heel lang gefocust hebben op KOW-maatlat. Dat doen we nog steeds. En dan vangen we wat soortjes en dan rekenen we wat indexen uit. Dat is een soort biodiversiteitsbenadering, structuurbenadering, patroonbenadering. En waar we naartoe moeten is naar een soort ecosysteembenadering. We moeten beter leren begrijpen hoe processen werken, zodat we veel directer kunnen sturen waar we naartoe willen en hoe we dat kunnen aansturen. En dat kan niet met alleen maar lijstjes van planten en dieren of peetjes en ennetjes die zo tussendoor eens mee. Verstoringen, daar heb ik het over gehad, die zijn heel belangrijk daarin, want daarom doen we het. Op dit moment doen we dus heel veel aan de linkerkant van deze grafiek. Die laten we niet vallen, die nemen we gewoon mee. Maar we gaan vooral naar de rechterkant kijken, naar de toekomst. We gaan van beoordelen dan naar diagnoses stellen. En als je diagnoses wil stellen, moet je in de tijd, vooral in tijd, meten, omdat je processen nou eenmaal tijd verlopen. En je hebt een ruimte waarin je die meting doet. Dus processen in tijd zijn een belangrijke boodschap in die toekomstig functioneren en in het begrijpen. De tweede vraag, of eigenlijk de kernvraag van deze morgen die me aan me gesteld was, wat zijn nou eigenlijk goede gegevens? Dat moet je vooral aan mij vragen. We hebben hier een grondwaterstandsgrafiekje in de tijd. En daar heeft iemand keurig wat waarnemingen gedaan. Dit zouden de maandelijkse waterschapsmetingen van zuurstof kunnen zijn. Het maakt me niet uit welke parameter staat, maar ook niet wat er op de eias staat. Je kunt daar een lijn doorheen trekken en dan kun je een trendlijn open. Daar hebben we een heel bureau voor, die rekent allemaal trendlijnen uit. En dan is er niet veel variatie. Ach, prachtig. Het zou kunnen zijn dat er iets anders aan de hand is. Dat er gewoon een cyclisch patroon door deze figuur heen loopt. En dat er eigenlijk een soort, zoals bij zuurstof bijvoorbeeld, een zuurstoffluctuatie is. Of bij de grondwaterstand dat er behoorlijke wisselingen zijn. Dan doe je ook wel indicatoren het niet meer zo goed. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat het heel anders uitziet. En dat er hele grote fluctuaties in die grafieken zitten. Sterk variabel systeem. Dus eigenlijk hebben we gemeten, maar we weten eigenlijk helemaal niks. Nou, 4 punten, wat interessant. Dus je moet weten wat je eigenlijk meet. En je moet vooral meten wat je niet weet. Ik denk dat we heel gewend zijn om te meten wat we weten. Zonde van het geld. Goed, wat zijn dan goede gegevens? Ze moeten bij je doelen. Het viel me gisteren op dat ik het woord doel niet zo vaak gehoord had. Terwijl we dat al jaren propageren. Je doet alleen maar iets als je een doel hebt, anders moet je vooral niks doen. En je hebt natuurlijk vragen bij dat doel voor nu en vooral voor straks. Die goede gegevens moeten ook passen bij het systeem. Het is niet zo dat er één unifying principle of aquatic ecology in de wereld is, want dat bestaat gewoon niet. Die tijd hebben we gehad. In de 70 jaar is er nog een boek over geschreven, maar dat was ook de laatste stap in deze. Ze moeten verzameld worden volgens een wetenschappelijke methode. Want wetenschap is niet uitgevonden voor wetenschappers, omdat ze dat zo leuk vinden. Dan kunnen ze de hele dag in hun ivoren torentje bezig zijn. Wetenschap is uitgevonden om betrouwbaarheid en om met exactheid uitspraken te doen of iets nou waar of niet waar is. En daar, iedereen die afgestudeerd is, heeft dat in de rest van zijn carrière ook te doen. Dat geef ik mijn studenten ook altijd mee. Als je dit gebouw verlaat, dan doe je alleen nog maar wetenschappelijke methodes toepassen en niet iets anders. Er is niet zoiets als de praktische benadering. En verder moet het voorzien zijn van onzekerheidsmarges, daar kom ik nog op terug. In 2011 hebben we daar een heel verhaal over geschreven en een van de stellingen daarin was: stop de mismatch between what is measured and what it needs to be measured. Een beetje als de vorige, meet wat je echt moet meten en niet zomaar. Er moet een reden achter zitten, een doel. Hoe preciezer je meet, hoe doelgerichter je meet, hoe beter. Wat we nu gewend zijn is, we moeten de KOW-doelen halen.
Dan moet het een beetje groen worden, zoals je ziet. En verder gaan we nog wat hermeanderen. Dan wordt de kwaliteit nog beter en hebben we een goede beek. Dat is helemaal geen doel. Dat is onzin. Dat kun je helemaal niet kwantificeren. Doelen moeten gekwantificeerd zijn. Liefst zo gekwantificeerd mogelijk. Specifieker zou zijn als we een goed functioneerde beekmiddelloop zouden maken met een matig dynamisch afvoerpatroon, een gevarieerde morfologie, een passende nutriëntenspiralen. Het zijn allemaal processen en een duurzaam voedselweb. Want dat bepaalt of die levensgemeenschap in die beek goed functioneert. Het zijn meteen ook de kernpunten, stroming, structuren, stoffen die in een systeem belangrijk zijn en waar de biologie als respons op reageert. En dat start altijd bij de analyse van een stroomgebied. Je hebt altijd een ecologische gebiedsbrede analyse nodig. En ik noem het vooral ecologische en niet stroomgebiedsanalyse, omdat iedereen denkt dat de stroomgebiedsanalyse hydrologisch is. Een ecologische is iets anders, is veel complexer. Daar kom ik straks nog op terug. Het zit ook een beetje hierin. Het heeft te maken met de hydrologie. Dat matige dynamische afvoerpatroon, dat maken we door wat van die water veel meer vast te houden in het koppen van het systeem. We brengen morfologie, variatie aan en dan hoef je echt niet te meanderen. Je kunt er ook dood hout in brengen, je moet alleen habitatvariatie creëren. Dat kan je met meanders doen, maar dat kan je ook met dood hout doen. En nog wat zandsuppletie om de grondwaterstanden nog wat hoger te brengen in het stroomgebied. Het gaat steeds ook over het hele stroomgebied en niet alleen over het oppervlaktewater sec. En we moeten natuurlijk wat voedingsstoffen terugdringen. Dan beginnen we met de bufferzone, zolang de hele mestwetgeving nog steeds niet geregeld is. Toen we al 30 jaar over. Proberen we die voedingsstoffen toch beter in het systeem te houden. De derde of vierde, weet ik eigenlijk niet, is de complexiteit van je systeem. Zojuist liet ik dat stroomgebied zien. En als je naar zo'n stroomgebied kijkt en je wil daar gaan monitoren of iets gaan meten, dan moet je toch weten waar je in meet. En dat betekent dat de schaal daar heel belangrijk in is, bijvoorbeeld de ruimtelijke schaal. En als je dan in een meer iets zou meten, dan moet je in ieder geval ook iets weten over de districten waarin dat meer ligt. Wat voor hydrobiologische districten of ecohydrologische regio's, of hoe je het wil noemen. Maar wat gebeurt er in je grotere geografische regio's? Dat heeft alleen al met de kolonisatie door soorten te maken. Krijg je soorten terug, dan zullen ze ook terug moeten kunnen komen. En het heeft te maken met de kleinere schaal. Wat gebeurt er eigenlijk op de vierkante meter? En die twee schalen moet je in dat hele systeem meenemen om te begrijpen hoe het functioneert, hoe die processen gaan verlopen. En bij processen is tijd veruit het belangrijkste. Hoe lopen processen? Nou, die hebben tijd nodig en die veranderen in de tijd. Dus ook hier geldt weer dat de fout tussen wat je meet en wat je zou moeten meten, ik heel vaak zie in ieder geval in heel veel monitoringsprogramma's. En dat schaal in tijd en ruimte vaak vergeten wordt omdat we gewoon ergens gaan meten. Je kunt niet zomaar ergens gaan meten. Neem bijvoorbeeld deze libel, deze houtpantserjuffer. Die als larfje, pro-larfje, valt hij uit zijn eitje, wat zielig hè, in het water, in het voorjaar. Dan leeft hij als larve in die sloot hier de hele zomer door, loopt hij een beetje op de plantjes en dan eet hij wat en dan doet hij wat. Vervolgens kruipt hij uit het water langs de stengels. Dan gaat die volwassen nog wat eten. Ze paren in het najaar, worden de eieren weer op die vegetatie afgezet in die oever. Hij moet nog wat doen. Ja. En dan overwintert dat eitje in de winter. De systeemgedachte hierachter is dat dat dier, die vangen we in die sloot en dan denken we dat we iets over kwaliteit kunnen zeggen. Maar dat dier leeft ook in die bomen, die heeft hij gewoon nodig en heeft die stengels aan de oever nodig. De meeste van die insecten die land en water tegelijk bewonen, hebben een heel omgeving. Je zou dit als een stroomgebied kunnen zien. Het is een klein voorbeeldje rondom de sloot. Maar voor een andere soort geldt het op grotere schaal en voor nog andere op veel grotere schaal. Dus dat hele beeld zullen we steeds mee moeten nemen voordat we iets gaan meten, ons bewust moeten zijn van wat we gaan meten. Dan nog even die wetenschappelijkheid. Waarom wetenschappelijke methode? Wat is nou fout dan praktisch? Nou, dat durf ik niet te zeggen in deze zaal. Maar fout. Maar wat is het verschil tussen die twee? Het praktische is vaak niet herhaalbaar. Het is heel anekdotisch, is heel prikkend. Het wetenschappelijke moet herhaalbaar zijn. Het praktische is vaak beschrijvend.
We weten wat er zit. Het wetenschappelijk is heel vaak experimenteel. Degenen die onze groepen kennen, die weten dat we heel veel experimenten of in het veld of in het lab doen, met heel veel herhalingen om te begrijpen hoe dingen werken. Wetenschappers hebben altijd hypotheses. Dat heeft te maken met je doel. Het klinkt heel duur, hypothese, maar eigenlijk is het gewoon, je moet je doel stellen, dan weet je wat je moet gaan meten voordat je gaat meten. En als je dan ook nog precies weet wat je doel, hoe je die geformuleerd, dus kun je ook heel goed je meting opzetten, zodat je iets te weten komt om de vraag die achter je doel zit. Dat antwoord wil je weten. En dat moet gestandardiseerd, dat heb ik gisteren ook al gehoord. Alle metingen gaan altijd gestandardiseerd. Alleen er is een groot verschil tussen gestandardisatie en standardisatie. Ze moeten gestandardiseerd uitgevoerd worden, maar dat betekent niet dat een nieuw experiment niet andere metingen heeft die op een andere manier gestandardiseerd zijn. Dus het is niet zo dat iedereen altijd hetzelfde moet doen, maar het is juist zo dat iedereen op een inzichtelijk reproduceerbare wijze meet. Het moet statistisch getoetst worden. Dan ga ik geen cursus statistiek geven, alhoewel ik dadelijk een kleine poging doe. Maar dat is namelijk de kern achter de rekentool om iets bewijsbaar te maken. Als iemand een euro uitgeeft en je zegt dan krijg je ook dit terug, dan wil je dat ook. Je gaat naar de Albert Heijn en je koopt iets voor een euro, dan wil je dat product hebben. En wij in de monitoring zijn erg gewend om naar de Albert Heijn te gaan, een euro te geven en niks terug te krijgen. Niet zo handig. En verder moeten er onzekerheidsmarges ingebouwd worden. Iets is niet zo. Iets heeft altijd een onzekerheid. Geef die aan, reken die uit. Even een vraag tussendoor. Meneer Van Onschot, een rij, ik weet niet of er nog meer puntjes bij komen tussen praktisch en wetenschappelijk. Ja, nee, nog één. Deze, het kosten. Oké. Okay. We hebben zojuist een fotootje gemaakt van de mensen in de zaal. Daar heb ik wetenschappelijk niet over nagedacht. Maar wel de situatie vastgelegd en ik kan hem rondsturen. En dat geeft een reële indruk van de aanwezigheid en het feit dat we gestart zijn, bij wijze van spreken. Heel praktisch. Hoe kijkt u tegen dat soort praktische waarnemingen aan in vergelijking met de wetenschap, waarbij van tevoren een doel, een hypothese, et cetera, ja, gesteld is? Je had een doel met het nemen van die foto, namelijk vanavond thuis vertellen, dat er gelukkig mensen waren gekomen naar deze bijeenkomst, anders was het een beetje saai zo in de zaal. Dus jouw doel was een indruk geven van wie er aanwezig was. En met die foto geef je een indruk wie er aanwezig is. Dus je had in feite blijkbaar een heel duidelijk doel. Op het moment, en ik denk niet dat je echt genoten dat doet, hoeveel mensen waren er dan in de zaal? U weet toevallig hoeveel ze gemeld hebben. Dus ja, maar die zitten niet allemaal in de zaal. Nee, dan moet ik een inschatting doen. Dus dan zou ik denken ongeveer 200. Ja, maar goed, en dan zou je een ander zou zeggen, dan neem ik die foto en dan tel ik al die hoofdjes, maar dan blijkt er niet de hele zaal op te staan, omdat de kantjes eraf gevallen zijn. Nou, dat willen we voorkomen, daarom doen we meerdere fotootjes maken en exacte tellingen en dan weten we precies hoeveel mensen er zijn. Dat is het verschil. Dat is semi-wetenschappelijk bezig. Ja. Dankjewel. Ik wil even tussendoor ook weer de gelegenheid geven voor één of twee vragen, want er komen best wel stellingen voorbij. Vind je dat goed? Ja, ik vind alles prima. Stellingen. Ik pak even een microfoon erbij. Het gaat de hele dag duren hoor, dus... Slecht gemonitord. Stellingen als, het is wel vaak slecht gemonitord. Oftewel, niet de mensen in de waterpraktijk doen maar wat, dat heb ik u inderdaad niet horen zeggen. Maar het is jammer als het niet altijd een wetenschappelijke basis en doordachtheid heeft. Herkent iemand hier iets in of heeft iemand hier een specifieke reflectie op? Misschien ook even kort voorstellen wie je bent. Anita Slaats, ik ben commissielid bij het waterschap, maar ik inventariseer ook voor plaatselijk IVN. En dan gaan we naar het water en met schepnetten, één keer in de om de andere week, kijken wat er voor beesten in het water zitten. En de resultaten die geven we door aan gemeenten en aan waterschap, aan RAVON. Maar we doen niet... wat eigenlijk gewenst is, 3 keer op dezelfde plaats, op verschillende tijden, met verschillende schepmethoden. Dus het geeft slechts een indicatie van wat er zit. En dan denk ik, van dan moeten de professionele organisaties maar straks gaan kijken of het echt de moeite waard is. Maar mijn vraag is wel van, wat kunnen we nou bijvoorbeeld van fysische factoren, we kijken naar pH, glijdbaarheid,
temperatuur van de lucht. Je kan natuurlijk beter naar de temperatuur van het water kijken. Wat kunnen we nou als amateurs er extra bij uitzoeken, mm-hmm. bekijken? Weten. Ja. Een signaal uit de praktijk. Iemand die zichzelf inderdaad amateur... Meter. Meter, zeg maar. Meting met schepnet in het water, wat natuurlijk wel gegevens levert. Nog iemand die een indruk uit de praktijk kan geven hoe de monitoring plaatsvindt en in de laatste tot professioneel of professorisch. Dan ga ik terug naar Piet. Er zijn dus heel veel mensen die metingen doen. En wellicht kun je daar nog iets over zeggen hoe dan de hoeveelheid aan metingen die misschien als professorisch gezien kunnen worden met de beste bedoeling, maar wel een meting. Mm-hmm. Met een schepnet of met een fotootje, want heel veel burgers doen ook aanmetingen tegenwoordig. Leg iets vast. Hoe zou dat verwerkt kunnen worden in een wetenschappelijke benadering? Ja, er zitten misschien drie elementen in. Maar het eerste belangrijke element daarin is natuurlijk, wat is het doel van je meting? Wat wil je weten? Meting kan zelfs zijn om draagvlak te creëren. En dat hebben we ook nodig, anders kunnen we niet meten. Dus je kunt niet aan de burger of de amateur, wat overigens niks mis mee is, vragen van leg ons eens uit hoe die processen in elkaar zitten. Omdat het een ander doel is, begrijpen van de processen, diagnosticeren en daar maatregelen op nemen. Je kunt wel vragen in welke... voor mijn part biodiversiteit is er aanwezig, welke soorten zitten daar? Als dat je doel is, is dat een legitiem doel. Dat is niet het doel wat de waterbeheerder nodig heeft om zijn maatregelen te nemen, maar het is wel een doel wat we als maatschappij nodig hebben om de biodiversiteit in beeld te krijgen. Dus het is heel sterk afhankelijk van wat je ermee wil. Dus ik denk dat dat niet een disqualificatie van welke soort metingen ook is. Het enige is wat ik propageer is dat waterbeheerders die wat meer dan alleen maar biodiversiteit of status, toestand van een systeem meten, maar juist ook moeten gaan begrijpen wat die toestand is en hoe die tot stand gekomen is, zodat ze maatregelen, en die kosten toch miljoenen, gisteren geleerd, heel veel miljoenen, als je die wil nemen, wil je die wel in één keer goed nemen. En dat is een andere opdracht. Dus die twee werelden zijn twee verschillende werelden die ieder hun eigen doel hebben en ook hun eigen invulling. En mijn verhaal gaat natuurlijk over de waterdoel, niet zozeer, want daar kunnen we ook nog een hele lezing over houden. Hoe je met participatie van allerlei verenigingen informatie kunt inwinnen die je ook op een nuttige manier kunt verwerken. Dan pak ik de draad weer op. Mijn colleges duren altijd veel te lang. Niet te duur, heb ik hier staan. Alleen ik neem waar dat heel veel dingen 10 keer gedaan worden. Enerzijds omdat elk waterschap zijn eigen dingetje ook op zichzelf moet doen. Maar ook anderzijds omdat er heel vaak dingen herhaald en herhaald en herhaald worden. En dan zie je allerlei grijze rapporten ontstaan met allerlei conclusies die het vooral niet met elkaar eens zijn. Als je nou 1 keer wetenschappelijk goed doet, dan ben je veel goedkoper uit en is het klaar. Dan weten we het. We willen het gewoon weten. Dus er is een groot verschil tussen onderbuikgevoel... Dat maak jij ervan. En bewijs. Dus degenen hier in de zaal die nog vinden dat wetenschap te duur is, die vergist zich in de kosten van ontwetendheid. Ik heb hem gejat, ik weet alleen niet meer van wie, anders had ik het gerefereerd. Maar ik vind hem wel heel erg waar. Mooie stelling om mee te nemen. Dan hadden we nog onzekerheid. Heel klein stukje snelle statistiek dan. Een meting is pas betrouwbaar als hij zowel accuraat is als precies. En de resultaten die daaruit komen, die besparen gewoon kosten. En ik zal even proberen heel simpel uit te leggen hoe dat zit. Precisie, die kunnen we verbeteren door replica's te nemen, meer monsters te nemen. Want als je daar naar die gele puntjes kijkt, dan tref je die niet het centrum van die cirkels. En dat is de bedoeling. En ze liggen ook relatief ver uit elkaar. Nou, met precisie bedoelen we is dat eigenlijk waarnemingen dichter bij elkaar moeten leggen. En dat heeft met standaardisatie te maken, het heeft met het aantal replica's te maken en daar kun je ook nog wat op berekenen. Dus dan komen ze dichter bij elkaar te hebben, liggen. Maar dan liggen ze nog niet in het centrum. Het andere is de accuraatheid en dat kun je verkleinen door te standaardiseren en vooral doelgericht te meten. Je weet wat je doel is, je weet wat je deed en waarom je dat meet en dan kun je die
gele stipjes projecteren in die cirkel. En als je accurater werkt, dus meer gestandardiseerd, dan komen al die gele stipjes uiteindelijk met precisie en accuratie in het centrum te liggen. En dus krijg je daarmee het goede antwoord. Dat zijn goede gegevens die leiden tot een goed antwoord en tot een goed advies over welke maatregel je zou kunnen nemen. Een voorbeeldje is tot mijn hele grote vreugde een prachtig experiment van de drie Brabantse waterschappen. Die doen een experiment naar maaibeheer. En dat hele experiment is gedesigned, opgezet als een experiment in een laboratorium. Alleen dit gebeurt gewoon in het veld door de waterbeheerders. Het enige wat wij daaraan gedaan hebben is het ontwerp gemaakt en de evaluatie gaan we doen. En dan zie je hier het schema, dat ziet er heel complex uit. Maar je zult zien dat dit project echt antwoorden geeft over hele belangrijke vragen van hoe moet je nou eigenlijk maaien? En kun je gedifferentieerd maaien? En kun je stukken laten staan? Wat levert het dan op? Dat gaat dit beantwoorden. We zijn nog niet in 2018, maar ik beloof jullie dat dit spectaculaire resultaten gaat geven. Daar gaan praktijk en wetenschap dus hand in hand. En zo zou ik in ieder geval staan die hier nu iedereen willen oproepen op die manier te gaan werken. Geef je geld één keer uit, maar geef het wel goed uit, zodat je ook echt antwoorden krijgt. Nieuwe methodes, daar hebben we gisteren, dat is mijn volgende onderwerp, het al even over gehad. Daar wil ik eerst een kleine inleiding op geven, ik heb al eerlijk gezegd, we moeten naar processen toe. We moeten van patroonbeschrijvingen naar het begrijpen van processen toe. We waren gewend heel veel te monitoren om te beoordelen. Ik denk 80%, misschien is het nog wel veel meer. En we evalueerden relatief weinig bij de Baker-Stella-enquêtes die we regelmatig doen. Het komt ongeveer uit dat 10% van de projecten maar gemonitord wordt. Gisteren hoorde ik dat het nog lager lag. En dat doen we met allerlei structuurparameters. We meten soorten en allerlei parameters in het veld. En waar we eigenlijk naartoe moeten is dat de wereld omgekeerd wordt. Die hele toestand- en trendmonitoring die kan in 10-20% van je budget. Dan hou je namelijk 80% budget over om echt te gaan meten, maatregel-effectrelaties te gaan meten, om begrip op te bouwen over de werking van het systeem. Waarbij je veel meer gaat naar proces begrijpen, de mechaniek, het hele functioneren eronder te begrijpen. En dat betekent ook dus dat je veel oorzakelijker gaat kijken, wat is nou de oorzaak van een bepaald probleem. En hoe werkt het systeem, omdat ik dan in die oorzaak iets kan doen en die werking kan veranderen. Dus een heel groot pleidooi mijnerzijds om, ook al zou het monitoringsbudget hetzelfde blijven, alhoewel ik gisteren naar het bestuur, omdat iedereen het er zo mee eens is, denk dat het budget van de monitoring nu al met een factor 10 omhoog kan. Viaducten hebben ongeveer 10-20% monitoringskosten, heb ik geleerd, in een andere sector. In het waterbeheer, de ecologische monitoring is ongeveer 1%, dus een factor 10 is helemaal nog, vind ik best mild, had ook een factor 20 kunnen zijn. Veel meer naar schalen, heb ik al benoemd, en in tijd. Dus we gaan niet meer zo naar locaties kijken, wat is er nou eigenlijk op die plek, maar we gaan kijken naar hoe werkt het in ruimte en tijd. En daarvoor zijn een aantal parameters, hier ga ik even vlot doorheen. Zuurstofhuishouding, we moeten niet zuurstof meten, dat is al 30 jaar gezegd, want zuurstof meten één keer per dag ergens heeft totaal geen zin. Dat zijn data Kerkhoven. Zuurstofhuishouding is iets wat een proces is, wat dag- en nachtritme heeft en het gaat om het minimum. Kijk, als je geen zuurstof hebt, dan ga je heel snel dood. Dat kunnen we even oefenen in de zaal, maar dan wordt het wat saai. Hè? Dus als het 's nachts om 4 uur tot 4:15 zuurstofloos is in je oppervlaktewater, dan ga je het overdag misschien wel meten en dan zit er weer zuurstof in je oppervlaktewater, misschien wel 80%. Maar er zit geen leven meer in, althans geen dierlijk meer. Ik denk dat we dat nog steeds ons niet realiseren, terwijl Kees Kersting dat al in de 1970 gepubliceerd had. Maar vooruit. Decompositie, nog zo'n parameter. Stabiliteit, dynamiek in processen, dat zijn overal ecosysteemmaten. En dan zijn er een aantal ingewikkelde woorden van technieken die gewoon beschikbaar zijn, die wetenschappelijk onderzocht zijn, die we gewoon kunnen gaan benutten om juist dat systeem te begrijpen. Ik ga ze niet behandelen. En verder is het voordeel van dat soort proceskennis is dat ze minder taxonomische beperkingen hebben, geografische beperkingen. Ze hebben juist iets anders, namelijk een voorspellende kracht. Op het moment dat we namelijk een proces begrijpen, kunnen we veel beter voorspellen wat er gebeurt als we ergens in dat proces gaan ingrijpen. En dat is ook het doel van onze maatregelen. Een paar voorbeelden van projecten die op dit moment aan de wetenschappelijke kant lopen. Het eerste is smart monitoring.
Wij zijn gewend naar stoffen te kijken, naar dieren te kijken. En een van de onderdelen van smart monitoring is... misschien moeten we voor die toestand trend monitoring wel af van complexe protocollen. Want het is natuurlijk vrij middeleeuws om een macrofaunanet te hebben en dan in een sloot te springen en dan wat rond te darren daar en dan er heel veel beesten en modder uit te scheppen en dan te denken dat we weten wat er zat. 25% weet je dan. Quickscan bemonsteringen gaan veel sneller, zoals de activity traps, de passieve bemonsteringen. Daar laat je de dieren gewoon in een soort vuikje zwemmen, die insectlarven en andere ongewervelden. En dan blijkt uit de analyses dat je er een even goede KW-score mee kunt berekenen. Alleen kost maar een half uur. Veel goedkoper. Ah, dat geeft meer geld voor die maatregeleffectstudies. Mooi, winst. Soortkenmerken gebruiken. Soorten zijn niet alleen, hebben niet alleen een naam. Soorten doen allerlei dingen. En dat doen ze niet voor niks. Ze hebben gewoon rollen in het systeem. Ze breken organisch materiaal af. Ze eten iets, eten een ander. Er zijn allerlei redenen waarom soorten allerlei kenmerken hebben. En als je die informatie nou gebruikt om iets te beschrijven over het procesje in je systeem, ga je ook al beter begrijpen hoe het systeem werkt. Dus die soortkenmerken, die functionele kenmerken zijn heel belangrijk en daar maken we denk ik nog veel te weinig gebruik van. En dan de procesparameters die ik in de vorige slide ook al liet zien, die ons veel meer vertellen over hoe functioneert nou zo'n systeem en hoe kunnen we als er ergens een verstoring is in dat systeem ingrijpen. En dan kunnen we juist de diagnostische sleutelprocessen eruit afleiden en in die relaties modelleren en in een voorspellingssysteem zetten. Over ingrijpen gesproken. Ja, ik zie het. Ga je gang. Nou, je had nog een tweede voorbeeld. Ja. Lijkt me handig om dit te laten zien. En dan kijk ik even naar de zaal of er inderdaad weer reacties zijn over waar men in de praktijk tegenaan loopt in uw verhaal van We willen van beschrijven naar begrijpen. Ja. Zal in de praktijk vast niet meevallen. De weerbarstigheid zit hem in de praktijk. Dus kunt u vast over uw vraag of uw inzicht nadenken wat u wilt delen met de rest van de aanwezigen. En dan kunt u uw tweede voorbeeld even dan laat ik even dit voorbeeldje zien. Dit is de passieve bemonstering. We hebben heel veel toxische stoffen. Tienduizenden in het oppervlaktewater. En we zijn erg gewend om dan elke individuele stof te gaan meten. Dat is niet zo erg handig als je er zoveel hebt. Een passieve bemonstering draait de wereld om. Daarmee verzamel je in feite de toxische stoffen die aanwezig zijn in bepaalde siliconenstrips, die absorberen een aantal van die stoffen. Die stop je in een ingewikkelde set van bioassays. Die test je dus op allerlei organismen wat de toxische effecten van het overal patroon van die stoffen in het water is. Vind je dan afwijkingen in feite? Vind je geen effect, dan hoef je ook niets meer te doen, dan ben je klaar. Dat is allemaal nog niet zo duur wat we nu gedaan hadden. Vind je wel effect, dan weet je dat je een probleem ergens hebt zitten. En dan ga je eigenlijk gewoon inzoomen op waar zit nou mijn probleem. Welke stoffen of stof veroorzaakt het probleem. Dat kun je dan analyseren en dan kom je uiteindelijk uit of er een probleem toxisch is in je oppervlaktewater of niet. Een veel goedkopere techniek om je hele toxiciteit te benaderen dan we tot op heden doen met al die analyses die ontzettend duur zijn. Als je één analyse, heb ik geleerd, van de drinkwaterindustrie wil doen om te weten om een onbekende stof vast te stellen, dan heb je ongeveer een half mensjaar werk nodig om dat te analyseren. Dus dit gaat een stukje sneller. Mm-hmm. Dankjewel. U heeft even kunnen nadenken over uw ervaring met de weerbarstigheid in de praktijk om het systeem te kunnen begrijpen en van daaruit goed te kunnen adviseren naar effectiviteit van maatregelen binnen uw organisatie. Wie kan ik daarover even benaderen? Eenmaal, andermaal. Ja, mijn naam is Jappe Beekman. Ik werk bij Waterschap AMA's. Het lijkt alsof alle reacties uit AMA's gebied komen vandaag. En mijn vraag of mijn reactie zit ook wel een beetje in het verlengde van wat Anita Slaat net zei. Als ik kijk naar die nieuwe techniek en eigenlijk je vorige slide, Piet, met de andere dingen die we moeten weten om goed te snappen wat er gebeurt in het systeem, het wordt wel een stuk lastiger om dat over te brengen naar de niet-specialisten. Als ik het heb over soorten, dan heb ik een heel contingent aan mensen die weten waar ik het over heb. Vrijwilligers, belanghebbenden, bestuurders. Vaak nog, die herkennen die soorten en die weten een bepaalde waarde
aan die soort ook toe te kennen. Gewoon vanwege het feit dat die soort er zit en gewaardeerd wordt. Op het moment dat ik het heb over een zuurstofhuishouding, dan wordt dat een stuk abstracter. Dat vraagt veel meer uitleg en dat wordt het gesprek wordt er niet makkelijker in ieder geval op. En misschien ook wel niet leuker. Dus ik vind dat nog wel lastig om... Ik ben het mee eens dat we meer naar dat begrip moeten kijken van de werking van het systeem en van het proces in het systeem. Maar dat helpt niet in het gesprek met de minder wetenschappelijk ingestelde mensen. Heeft u daar wellicht een advies of een tip over het communiceren over de complexiteit van het systeem? Ja, niets is complex. Ik denk dat je alles in één zin zou moeten kunnen uitleggen. Dus ik denk dat alles oplosbaar is in communicatietermen. Dus ik ben niet zo overtuigd dat... Kijk, we zijn heel erg gewend aan die beoordelen op basis van soortenlijstjes. En mensen kennen soorten vaak en dan geeft dat wel informatie. En dat is meer de gewenning. Maar dat bijvoorbeeld zo'n zuurstofprobleem uitleggen, ik denk dat ik dat de gemiddelde, zelfs laag opgeleide inwoner van Nederland kan uitleggen. Omdat het gewoon helemaal niet ingewikkeld is. Veel of weinig zuurstof. Het voorbeeld wat ik gaf, denk ik dat het voor iedereen sowieso duidelijk was. Dus dat is meer van hoe zet je communicatie in. En misschien tipt dat wel iets aan een van de problemen waar we altijd tegenaan lopen, is dat wij denken dat wij en altijd alles uit moeten leggen, daar zijn ecologen heel goed in. En dan vraag ik altijd, en je laptop dan wat daarin zit, weet je eigenlijk wel hoe dat werkt en hoe dat gemaakt is? Kun je dan een laptop zelf bouwen? En dan is het antwoord altijd nee natuurlijk. Waarom moet ik dan uitleggen hoe ingewikkeld apparatuur je hier nodig hebt om dit te doen, terwijl je gewoon de uitspraak krijgt over hoe is dit nu toxisch of is het niet toxisch? En ik denk dat we daar ook onderscheid in moeten durven maken. Want we vragen nooit ons af hoe een viaduct gemaakt wordt, maar we vragen ons wel af hoe een biologische maatlat in elkaar zit. Ik denk niet dat het een gerechtvaardigde vraag is. Dankjewel. En ik denk dat we ook zeker een demonstratie hebben gehad over hoe goed u kunt uitleggen aan een grote groep aanwezigen waar je tegenaan loopt aan de wetenschappelijke kant. Ontzettend bedankt daarvoor en graag een applaus voor de heer Van Onschot. Ik ben nog niet klaar hoor. Ja. Nou, de tijd is op. Wat jammer nou. Nou, ik wil nog even, daar moeten we even een paar slides snel er doorheen gooien. Ja? Oh, je bent er al weg. Ja. Essentieel punt. Eerst neem jij mijn tijd en dan mag ik mijn verhaal niet afmaken. Dat lijkt me niet terecht. Overigens, degene waterschappers die geïnteresseerd zijn in deze projecten, die zijn welkom te deelnemen, dat moet ik nog even zeggen. DNA hebben we het ook over gehad gisteren. DNA is leuk, iDNA is leuk, maar is een methode. DNA-identificatie is wel heel handig om soorten te bepalen. Dus als je heel snel kunt bemonsteren en je kunt die soorten met DNA snel op naam brengen, en dat is nu in wording, dan kun je ook heel snel een diagnose stellen. Ook dat maakt het veel goedkoper dan we tot op heden gewend zijn te doen. En de belangrijke boodschap van die drie voorbeelden is dat we er naartoe moeten dat we de gewone standaard monitoring goedkoper maken, waardoor we gewoon meer ruimte krijgen voor die effect van maatregelen monitoring. Dan lopen we over de diagnose even heen, alhoewel er nu al tools zijn die diagnoses kunnen stellen en waarbij je op soorten kunt vertellen hoe het systeem en de processen functioneren. Die bestaan gewoon, waarom gebruiken we ze niet? Nieuwe technieken, daar moeten we ons niet in laten vergissen, want het gaat namelijk niet of we een drone hebben of niet, of het hip is, of iDNA hebben of het hip is, of weet ik wat allemaal. Het gaat om het doel van het meten en niet om de methode. En daarom is het zo belangrijk, die doel. Bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, fungi, virussen, is 99% van onze biodiversiteit in onze systemen. Daar zijn methoden voor om dat functioneel vast te stellen. En dan begrijpen we de processen. En ze nemen een heel groot deel van de processen in. Veel beter. Een klein voorbeeldje waar het gaat om doelen. En niet zozeer om methoden. De eenvoud dat iedereen die mij kent weet dat de wereld in 10 factoren verklaarbaar is. 10 processen, 10 sleutelprocessen kun je elk water mee verklaren. Dus het is niet zo dat we alles moeten meten en alles moeten weten. We moeten alleen de goede dingen weten en meten. En dan kom ik bij dat adaptief monitoren. Dat is namelijk iets wat vooruitkijkt, voorspellend is. Het functioneren gaat en de sleutelrollen van systemen. En dat is innovatie in het bestaande monitoringsgebeuren. Wat veel meer uitgaat van, laat ik dit maar overslaan, een cirkel die gaat over dat je niet alleen rondgaat van je identificatie van je probleem, je doelstelling naar je monitoringsplan, maar ook
teruggaat naar nieuwe verzamelingen. Dat je dus niet over trends en trendbreuken hebt, maar over adaptief monitoren, waarbij je steeds meer leert, want daar is de kern van de boodschap. Wij moeten gewoon leren leren van onze data en de euro's die we daaraan besteden. Dus basismetingen op lange termijn zijn op bepaalde plekken heel zinvol, maar het gaat wel om sleutelprocessen. Dus we moeten echt van informatie naar kennis en naar begrip van interacties. Dank u. Sorry. Ja, ja. Dat het zo snel moest, maar ja. Ik ben weg. Ja. Ontzettend bedankt. Nou, heel erg indrukwekkend hoe je het laatste stuk nog heel snel hebt kunnen overbrengen. Ja, dankjewel.